ben Hugo Spruit, boer hier in Zegveld op de boerderij van IJsbrand Bol, waar we 55 koeien melken. Dat was een uitzonderlijk jaar. Dat beginnen we het juiste moment uit te kiezen, maar alle dagen regen. Dus het werd eind mei, maar het gras bleef groeien, waardoor er in één keer heel veel tegelijk afkwam. Dus we hebben een paar dagen flink hard mogen werken om het gras thuis te krijgen. Ik heb 29 mei gemaaid en 30 mei, dus 2 dagen. En wat was de afweging om dan wel te gaan maaien? Of hoe heb je de beslissing genomen? Je maakt een inschatting, een planning van het zaterdagavond maaien vast 1 stuk. Toen maandag de rest gemaaid. De droogte goed, waardoor we maandagavond al konden gaan opharken. En dinsdagochtend vroeg gras konden gaan rijden. Maar het was zoveel gras. En onze 30 jaar oude opperwagen, die had zoiets ook nog niet eerder meegemaakt. Dus die had er ook behoorlijk moeite mee. Dus we zijn uiteindelijk dinsdagochtend begonnen. Dinsdag, woensdagnacht de hele nacht doorgegaan, woensdag de hele dag nog gereden en toen was 's avonds nog niet al het gras thuis. Dus toen zijn we nog een nacht doorgegaan en toen was donderochtend melkerstijd, konden we de kuil, of rond 4:30 konden we de kuil dichtmaken en daarna kon ik gelijk gaan melken. En daarna geslapen. Naar omstandigheden tevreden, ook omdat we een mooie droogte hebben kunnen krijgen. In de zon kunnen maaien. Ik denk dat het eiwitgehalte niet al te hoog zal zijn. Maar dat past wel bij een volledig grasrantsoen. En het structuurrijke ben ik ook wel een voorstander van. Een koe is een ruwvoerbewerker, dus daar past dit gras goed bij. Of het lekker of hard zal melken, dat is nog even bezien. Maar dat gaan we van de winter merken. Wat verwacht je? Ik verwacht dat het de hoeveelheid melk niet mee zou vallen, de gezondheid wel goed is.